Goedenavond, lieve mensen. Wat ontzettend leuk dat je kijkt naar Jubilee Live. Echt ontworpen om jou te bemoedigen in je geloof. Uh, dat is waar we, ons in, waar we ons voor in willen zetten. Door God gebruikt en door zijn genadegaven. Alles wat hij ons geeft. Maar juist om mensen te bemoedigen vanuit Gods woord en vanuit de geest van God. En dat is ook ons gebed voor vandaag: dat jij geïnspireerd mag zijn vanuit Gods woord. Ook in dit geweldige thema waar we mee zijn gestart regeren of reageren. Regeren of reageren. Ik wil vandaag spreken over het onderwerp neem de leiding. Neem de leiding en kijken wat God daarover zegt in zijn woord. En ik hoop dat het je zal inspireren om te wandelen in de volheid... waartoe God je ook geroepen heeft. En we gaan samen het woord van God induiken. Ik bid dat de geest van wijsheid en openbaring... in de kennis van wie God is, werkelijk over je mag zijn... Dat genade en vrede aan jou vermenigvuldigd mag worden, terwijl je groeit in de kennis van Hem. Dat is waar de Bijbel over spreekt. En dat is ook ons gebed. Uh, en daar geloven we zo in dat de Heilige Geest in je is en met je is. En ook ons onderwijs. Hij is de, grootste, de grote onderwijzer en Hij is degene die ons leidt in de volledige waarheid. Weet dat tijdens de uitzending op deze woensdagavond dat de telefonische gebedslijn ook geopend is tussen 8 en kwart voor 9 kun je bellen 085 800 7777. Je ziet het nummer onderin in het scherm, dus je kan bellen tijdens. Uh, deze uitzending. Mocht je nou op een ander moment deze, deze prediking of deze studie of deze inspiratie terugkijken, uh, dan kun je natuurlijk altijd een mail sturen hè, naar prayeratjubilee.nl. En die komt dan natuurlijk ook altijd aan in het gebedsteam. We bidden heel graag met je, we bidden heel graag voor je. We zien daarin wonderen gebeuren omdat God dezelfde is. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. De wonderen die hij deed en de grootheid die hij liet zien in zijn woord. Zijn de wonderen die Hij vandaag de dag nog steeds doet en is de grootheid die Hij vandaag de dag nog steeds laat zien? En daartoe ben je uitgenodigd om, om te ontvangen wat de Heer voor je heeft. Ik wil beginnen met de basistekst. De thematekst zou je kunnen zeggen rondom dit thema regeren of reageren. Romeino, stuk 5, vers 17. Daar staat het volgende. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, spreekt over Adam... veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gaven van de gerechtigheid ontvangen... dus genade en gerechtigheid, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Oh, wauw, wat een tekst is dit. Um, de Bijbel zegt hier zoveel, zoveel eigenlijk, zoveel krachtige dingen. De Bijbel zegt dat eens regeerde de dood. De dood regeerde in jouw leven. En, ik, en als je dit onderwerp even. Je stapt helemaal nieuw in dit thema, je hebt nog niet eerder een prediking hierover gehoord. Ik nodig je uit om even de afgelopen twee zondagen sowieso na te luisteren. Uh, waarin we dit onderwerp al, waar we de basis hebben neergelegd. En dit is eigenlijk wat daarop voort zal borduren. Maar de dood regeerde eens. Twee, nu staat er, zo zal jij op het moment dat jij ontvangt de overvloed van de genade en de gave van gerechtigheid, zal jij in dit leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Begrijp me goed, als we het hebben over regeren, hebben we het niet over een verkeerde manier van domineren of raar autoritair leiderschap. We hebben het over het leiderschap, we hebben het over regeren zoals God ook regeert, in liefde, in gerechtigheid, ook in kracht en de autoriteit. En het is iets wat God aan jou wil geven. En te veel christenen die kennen hun plek niet, hun identiteit niet in God. En begrijpen ook niet dat God ze juist. Dat God heeft, dat Jezus Christus, dat is wat we net hebben gelezen, heeft hersteld datgene wat geroofd was van de mens. De Bijbel zegt in Psalm hoofdstuk 8, of eigenlijk de Psalm 8 moet ik eigenlijk zeggen. Psalm 8 zegt hij dat hij de mens gekroond heeft met heerlijkheid en glorie. Jij bent gekroond met heerlijkheid, je bent gekroond met glorie, met luister. Oh man, je bent de, de schittering van de schepping, zoals God jou gemaakt. En, en be, be, besef goed wat ik hier zeg. Weet je wel, uh, uh, het, het draait allemaal om de Heer, het draait om Jezus Christus. Hij is de koning der koningen. De Heer is scharen, maar Hij is wel de koning der koningen. En de Heer der heerscharen. Amen. En, 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 en dat is een belangrijke om te weten ook: van wij zijn zijn kinderen. En wij mogen schitteren en schijnen in Hem en door Hem. De Bijbel zegt, wij regeren in dit leven door die ene, Jezus Christus. Jij moet weten, God heeft jou geroepen. God heeft jou aangesteld. God heeft jou gezalfd en bekrachtigd en gezonden om, in deze, om deze wereld te veranderen. Door de invloed, de positieve invloed. Van zijn koninkrijk door jou heen. Dat is het, de vorm van leiderschap en de vorm van invloed waartoe God jou heeft geroepen. Dat is een belangrijk ding. Ik ga even die basis leggen, op basis van Gods woord, om dat te bekijken. Want veel christenen die hebben zichzelf al helemaal weggecijferd of zien zichzelf als minder waardig. En daarom zal je nooit gaan wandelen in de plek van invloed die God wel aan jou heeft gegeven en waartoe Hij jou heeft geroepen. Kijk naar dat talloze voorbeeld in de Bijbel ook in het Oude Testament. Van mensen die zich helemaal niet geroepen voelden, maar die absoluut geroepen waren om het verschil te maken. En dat geldt voor jou ook. Kijk naar een Mozes. Hij voelde zich onbekwaam. Hij voelde zich niet geschikt. Maar God zegt: Ik heb je Geroepen om uit te gaan en mijn volk te, te bevrijden uit de macht van slavernij en te brengen in het land van de belofte. Denk aan Gideon, wat we eerder een paar weken geleden ook met Jubilee Live uh, hebben, hebben uh, doorgenomen met elkaar. Het richtroos succes. Hij zei: ook, man, wie ben ik? Ik ben de laagste, ik ben van de, van de kleinste stam, van de, van, de, van, de minste, van de meest minderwaardige familie. Ik, 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 ik ben het niet die het verschil gaat maken. God zegt: jij gaat het verschil maken, ik heb jou geroepen. Jezus heeft jou geroepen. Het is niet door je eigen bekwaamheid, maar het is door de kracht van de Heilige Geest in jouw leven. Je zegt, ja, wie ben ik? Nou, zo kostbaar in Gods ogen dat Hij je gezalfd heeft met Zijn Heilige Geest. Dat Hij je gegeven heeft Zijn Heilige Woord. Dat Hij een Heilige Roeping aan jou heeft gegeven. En het is zaak dat jij getraind en toegerust wordt vanuit Gods Woord. Zodat je mag wandelen in de autoriteit en de kracht waartoe Hij jou heeft geroepen om te wandelen in heerlijkheid en in glorie in een leven waarvan Jezus. Jezus zegt, ik ben gekomen omdat jij leven hebt en dat in overvloed. Amen. Ook als je leest in 2 Korintiers, hoofdstuk 5, vers 20. Daar zien we Paulus iets zeggen en die begreep heel goed zijn plek en die begreep heel goed zijn roeping. Eerst ging hij helemaal de verkeerde kant op. Maar Jezus komt in zijn leven en hij gaat vervolgens de goede kant op. Hè? Zoals zoveel van ons. Dat we de verkeerde kant op gingen. Maar daar is Jezus die zichzelf openbaart. In zijn heerlijkheid, in zijn glorie, in zijn echtheid. In wie hij is. Man, man, man. En die realisatie zorgt ervoor dat je je leven gaat veranderen. Je bekeert je van een oude vorm waarin je je, je eigen God was. Je zegt, oh Heer, wacht, ik zat helemaal fout. U bent mijn God. U bent mijn Heer. Je wordt gevuld met de Heilige Geest. Je wordt gedoopt in water. Of in een andere volgorde. Dat je de volgorde staat niet zo vast. Maar weet je, je neemt het hele pakket komt en je gaat wandelen in het plan van God voor je leven. Nou, Paulus zegt het volgende in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 20. Hij zegt, wij zijn gezanten. Een andere vertaling, of als je het goed zou bekijken, dan staat daar eigenlijk ambassadeurs. Wij zijn gezanten van Christus. Wij zijn ambassadeurs van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen. Ik wil voornamelijk even focussen op dit eerste stukje. Wij zijn ambassadeurs van Christus. God doet door ons zijn oproep. Besef je wel dat God een machtig werk wil doen hier op aarde? En dat hij het wil doen door jou heen? En dat jij zijn gezant bent, dat jij zijn ambassadeur bent? Zie je dat wel? Zie je de waarde aan jou gegeven? Heb je wel eens gelezen, Efezo stuk 1, waarin staat die heerlijkheid en die glorie... ...wat door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus... ...dat Hij jou hersteld heeft tot een hemelse, glorieuze status in Hem. Dat Hij je gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Dat jij met Hem gezeten bent op de troon. Heb je dat wel eens door laten dringen? Heb je wel het besef vandaag ook over je dat jij een ambassadeur bent? Dat jij en ik geroepen zijn om ambassadeur te zijn van Christus... Wat betekent dat? Ambassadeur zijn van Christus. Hm. Als je dat opzoekt, je googelt gewoon daarna, dan zie je dan... de ambassadeur is de hoogste diplomaat op een ambassade. Dat is een positie van invloed, Het is een positie van autoriteit. De ambassadeur vertegenwoordigt zijn staatshoofd... en zijn regering in het buitenland. Wauw! Besef je wat hier staat? De boodschap van Jezus, zijn allereerste boodschap, eigenlijk de kernboodschap van Jezus, was dat hij predikte het koninkrijk van God. Hij predikte van een ander koninkrijk, anders dan de koninkrijk in deze wereld, een koninkrijk van een hogere orde, een andere hogere orde, waar God de koning is. De Bijbel zegt: Wij zijn ambassadeurs van Christus. Nu zijn wij ambassadeurs geworden van dit koninkrijk. Hij heeft de opdracht doorgegeven aan ons. Johannes 20, vers 21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Op dezelfde manier dat de Vader Jezus zond, zo zend ik ook u, zegt Jezus. Wij zijn ambassadeurs. De hoogste diplomaat op een ambassade, de ambassadeur vertegenwoordigt zijn staatshoofd. We vertegenwoordigen Christus. Als wij spreken, spreken we uit naam van Christus. Wat een heerlijke positie, wat een heerlijke plaats. Wat geweldig om vanuit die nederigheid jezelf onderworpen aan Christus. Om vervolgens vanuit die nederigheid te kunnen staan in autoriteit en kracht en Christus te vertegenwoordigen. Je vertegenwoordigt jouw staatshoofd Christus. Je vertegenwoordigt zijn staatshoofd. En je vertegenwoordigt zijn regering in het buitenland. Ja, wat is dan dat buitenland? Dat is hier op deze aarde, zou je kunnen zeggen. Wij vertegenwoordigen een Hemels Koninkrijk hier op aarde. Wij vertegenwoordigen, wij vertegenwoordigen ons staatshoofd, de Heer Jezus Christus. En wij vertegenwoordigen Zijn regering, het Koninkrijk van God, waarvan de Bijbel zegt het bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Jij bent een lopend koninkrijk. De Bijbel zegt op een gegeven moment, Jezus leert dat, dat mensen vragen waar is het Koninkrijk van God? Hij zegt: het Koninkrijk van God is onder u. Of een andere vertaling die het wat beter uitlegt in onze Nederlandse taal. Het Koninkrijk van God is in u. Daar waar jij wandelt, daar wandelt het Koninkrijk van God. Hoe kan dat dan, zeg je? Nou, omdat je een ambassadeur bent. Jij bent de vertegenwoordiging van jouw staatshoofd. en van, 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 van zijn regering in dit, hier op aarde. in het buitenland, zou je kunnen zeggen. Het is het buitenland waarvan God zegt: Ik wil dat het Koninkrijk van God overneemt. Het Koninkrijk van gerechtigheid. het Koninkrijk van vrede. Een Koninkrijk van kracht. Een Koninkrijk van hoop. Dat dat overneemt, dat dat overneemt, halleluja. Dat mensen tot inkeer komen van de God die leeft, omdat alles vindt zijn oorsprong en zijn bestaan in Hem en zijn bedoeling in Hem, Jezus. En jij en ik wij zijn daar vertegenwoordigers van. Besef je dat wel? besef je dat wel. Als je dat beseft, dan besef je ook dat je geroepen bent en geboren bent... om te regeren en niet te reageren. Je, 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 niet, je kan niet minderwaardig zijn. Je kan niet uh, in een positie van slavernij zitten. Je bent een ambassadeur van Christus. Oh, wat zullen vele mensen zeggen. Ja, maar dat was Paulus. Maar oh, lieve broers en zussen, lees je Bijbel. En luister naar predikers die je onderwijzen het woord van God in de puurheid zoals het er staat... Wat wil religie toch graag toewijzen aan bepaalde mensen die daar dan voor geschikt zijn? De Bijbel zegt, dit zijn de tekenen die de gelovigen zullen volgen, in hoofdstuk 16. De gelovigen zullen volgen, zij zullen demonen uitwerpen. Weet je, dat is wat daarover gesproken wordt, dat betekent de plaats van autoriteit. Oh, dat is niet voor mij weggelegd, ben je gelovig? Dan, en het antwoord is ja, dan is dat voor jou weggelegd. Zij zullen zieken genezen. Oh, dat is niet voor mij weggelegd. Dat is weggelegd voor die en voor die en die kan dat misschien. Ben je een gelovige? Dan zegt de Bijbel: dan is dat voor jou weggelegd. Een plaats van autoriteit, een plaats van kracht. Een plaats waarin je staat onder de leiding en de kracht gevuld met de Heilige Geest. Dat het koninkrijk van God is ook in jou. Gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Broer, zus, het is tijd om daarin uit te gaan stappen. En te gaan stappen in de identiteit. Om te regeren met Jezus. Dat begint hier en dat duurt tot in de eeuwigheid. Amen. Jij bent gezonden in deze wereld zoals Jezus gezonden was. Johannes 20, vers 21, lees het maar na. En weet je, Hij bracht een andere realiteit. Jezus bracht een andere realiteit. Wij zijn geroepen om een andere realiteit te brengen. Hij bracht de realiteit van het Koninkrijk van God en dat is ook jou en mijn roeping. Het resultaat daarvan was, de vrucht daarvan was, dat er genezingen plaatsvonden. en vonden bevrijdingen plaats. Je zag leven en, en, wat dat, en, en wat dat inhoudt, het leven en dat in overvloed. Je zag vervulling, je zag kracht en blijdschap. Dat was om Jezus heen. En als wij ambassadeurs zijn van dat koninkrijk, vertegenwoordigers, ja, wij zijn het zout, wij zijn het licht. Dan is dat om ons heen. En als die plek van regeren, die plek van invloed, die God heeft bestemd voor jou en mijn leven. 1 Petrus 2, vers 9 zegt het als volgt. Als we met elkaar kijken, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Of een koninklijk priesterschap, zoals andere betere vertalingen het misschien zeggen. Een royal priesthood, zoals het in het Engels staat. Koninklijk ben je. Koninklijk ben je, omdat hij je zo heeft aangesteld. Omdat hij, God, jou zo heeft bekroond. Halleluja. Een heilige natie, apart gezet voor God. Een volk dat God zich verworven heeft. Een volk wat God zich verworven heeft. Jij bent betaald met een dure prijs om de grote daden te verkondigen. van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. <laughs> Mooi hè? Wij zijn door God verworven. Hij heeft ons, Hij heeft zijn hand op ons leven gelegd. Hij heeft zijn hand op jouw leven gelegd. Om de grote daden te verkondigen van Hem. Die U uit de duisternis heeft geroepen naar het wonderbaar licht. Hier zie je ook deze. Die tekst in 1 Petrus geeft ook aan. Wij zijn geroepen om te verkondigen de grote daden van God. Lieve broer, lieve zus, het wordt tijd om die grote daden van God te verkondigen in jouw leven. Laat je niet remmen door de duisternis zelf. Maar open je mond en geef je leven over aan God. Laat je vullen met de Heilige Geest. Amen. Ook vandaag weer. Neem een frisse duik. In alles wat de Heilige Geest je wil geven. En neem een frisse duik in Gods Woord. Het is het Woord en de Geest. Wat, samen, wat de Heer verlangt dat dat samenkomt in ons leven. Prijs de Heer. En vandaag wil ik me iets meer toespitsen op als we het hebben over regeren. En we lezen deze grote dingen, deze grote roeping die God met ons heeft. En eigenlijk dat God ons heeft geroepen echt om ook in deze wereld het licht te zijn en het zout. Uiteindelijk begint dat, lieve broer, lieve zus. Bij leiding nemen over jezelf. Amen. Leiding nemen over jezelf. Dat komt even heel dichtbij. Maar dat is wel belangrijk. Want als wij namelijk een ambassadeur zijn van het Koninkrijk en wij wij gaan staan in deze wereld, als het licht, als het zout, en we gaan invloed en we gaan, andere, we gaan bij wijze van spreken andere mensen vertellen van de God die leeft, dan betekent dat wel dat ons eigen leven een afspiegeling moet zijn van de waarheden waar we voor staan. Amen. Het kan niet zo zijn dat we staan voor een boodschap van gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Maar in mijn leven is ongerechtigheid. En in mijn leven is allerlei onvrede en in mijn leven is helemaal geen blijdschap van de Heilige Geest. Dan maak ik mezelf uit tot een huigelaar en een hypocriet. En mensen raken uiteindelijk dan teleurgesteld als ze je persoonlijke leven zien en denken ze, Ja, maar als jouw persoonlijke leven er zou uitzien, dan hoef ik je boodschap ook niet. En dan treft het Koninkrijk van God blamen. Dat moeten we zien te voorkomen. En dus denk ik: regeren begint altijd met regeren in jezelf. Leiding nemen over jezelf. Leiding nemen over jezelf. En dit door geloof. Doorgeloof. Laat me eerst even dit zeggen: de Bijbel spreekt over de geest van deze wereld. Wist je dat? De geest van deze wereld. Of de God. Van deze wereld. En dat is de regerende, zou je kunnen zeggen, de invloed uitoefende geest, de geestesatmosfeer, waar elk mens mee te maken heeft, met name ongelovigen, die verblindt en versluiert. Die ervoor zorgt dat dingen vaag zijn. Zelfs je geloofsleven wordt vaag. Zelfs de Bijbel wordt vaag. Je, de bedoeling hier op aarde wordt vaag. De bestemming voor je leven, alles wordt vaag. Alles wordt vaag. Als alles vaag is, dan weet je, dan is er een rare God, een rare invloed. De geest van deze wereld is gaande in jouw hart en in je leven. En, en de Bijbel spreekt daarover. En die is bezig je te verblinden en bezig je te versluieren. Het maakt alles onduidelijk, het maakt je passief en het stelt je nonactief. Non-actief. Oh, en de vijand wil niks liever. De vijand wil niks liever. De duisternis wil niet liever dan dat de duisternis overneemt. Weet je dat er maar twee opties zijn? Of de duisternis regeert in je leven of het licht? De duisternis staat voor de God van deze wereld, staat voor Satan, staat voor de duivel en zijn demonen, staat voor de machten van de duisternis die erop uit zijn om de stelen roven kapot te maken en de vele gebondenheden en de ellende die is in deze wereld comfort vanuit deze geestesrealiteit van de duisternis. Maak jezelf geen illusie. Een mens laat zich beïnvloeden, of door die duisternis, die macht, die invloed, die gaande is. Gewoon voortdurend om ons heen, in de onzichtbare wereld. Of het licht. Jezus is het licht van deze wereld. God is het licht. En het is dus of wij laten ons leiden door het een, of wij laten ons leiden door het ander. De Bijbel zegt zelfs, als wij niet bewuste keuze hebben gemaakt voor het licht, dan regeert de duisternis nog in ons leven. En daarom maken we Jezus heer van ons leven. De Bijbel zegt dan worden we overgeplaatst uit de macht van de duisternis naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Bevrijd van de macht van de duisternis. Colossens hoofdstuk 1, vers 13. 2 stuk 4 wil ik met je lezen, want die spreekt over de God van deze wereld. 2 stuk 4 vanaf vers 3. Paulus spreekt hier over, met name over de ongelovigen, over de kracht van het evangelie... maar ook over het evangelie soms, dat mensen dat niet zien. Ze zien de essentie niet. Je predikt het evangelie, maar ze zien het niet. De Bijbel, en, en Paulus legt uit dat het te maken heeft met een geestelijke macht... die erop uit is om mensen te verblinden, zodat ze niet zien de waarheid... die zo duidelijk en klinklaar is. Jezus Christus is de Zoon van God, die gekomen is in het vlees. Hij was volledig God, volledig mens. Hij betaalde de prijs voor jou en mijn zonde. Hij leefde een leven... In volmaakte zonderloosheid, maar nam onze zonde en onze ziekte, nam hij op zich aan dat gruwelijke kruis. Hij werd begraven, hij stierf, hij werd begraven, hij stond op op de derde dag. Hij is naar de hemel opgevaren, hij stuurde ons zijn heilige geest. En daar werd zijn kerk geboren, waarvan Jezus had geprofiteerd in Matthäus, hoofdstuk 16. Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen daartegen niet zegen vieren. Lieve broer, lieve zus, we leven in een tijd van opleving. We leven in een tijd waarin dingen weer opnieuw duidelijk gaan worden. De kracht en de autoriteit van het lichaam van Christus... wat opstaat in glorie en in luister. De Bijbel zegt zonder vlek of rimpel... door de werking en de kracht van de Heilige Geest. Een volk van God wat volledig uitverkocht is aan God. Onderworpen aan de geest van God. Een honger en dorst naar de dingen van God. En daarin gevuld leven. Ja, want allen die zich laten leiden door de geest van God... die zijn de zonen God, zegt Romeinos. Hoofdstuk 8, vers 14. Amen, laat je leiden door de geest. Goed, 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 3. Daar zouden we het met elkaar lezen. Tot vers 6 wil ik lezen. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie wat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan. Hij zegt dus: het evangelie kan versluierd zijn. Wat betekent dat? Het is niet duidelijk. Mensen begrijpen het evangelie niet, hun gedachten zijn verblind. Vers 4. De ongelovigen, hij heeft over de verloren, daar gaan mensen verloren. Helaas, God wil het niet, maar er gaan mensen verloren. Als mensen blijven in die verblinding en blijven onder de macht van de duisternis, of kiezen voor zichzelf, kiezen om het te laten sturen door hun ego, die geïnspireerd wordt vanuit de duisternis, dan zegt de Bijbel, dan ga je verloren. Dan heb je de eeuwigheid zonder God, omdat je immers ervoor hebt gekozen dat je je eigen God bent. En dat is een gruwelijk eenzaam bestaan. Uiteindelijk komt dat, is dat een weg die goed lijkt in de ogen van de mens, maar het einde daarvan is de dood, zegt de Bijbel. Is de dood, de eeuwige dood. Maar hier spreekt over de ongelovigen van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind. De gedachten zijn verblind door de God van deze wereld. Dus je gedachten kunnen verblind zijn door de God van deze wereld. Waardoor ze het licht van het Evangelie niet kunnen zien, de luister, de majesteit, de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Ik wil dat je er even hier stil bij staat wat de Bijbel hier zegt. Er is een God in deze wereld, er is een geest in deze wereld, een invloedrijke geest. De, de Bijbel spreekt over Satan, spreekt over de duisternis, spreekt over, uh, uh, eens heette hij Lucifer, nu niet meer. Mocht hij willen, maar dat was niet meer. Uh, Satan, betekent nu tegenstander, betekent de aanklager. En uh, hij is een gevallen engel. En hij heeft een eigen koninkrijk, een koninkrijk van duisternis, Daar is een bepaalde orde, daar is ook rangorde, daar zijn, daar zijn machten en overheden ook in dat, in, dat, in, in dat stelsel. En die zijn stelselmatig bezig om te proberen Gods schepping kapot te maken en zijn kroon op de schepping, de mens voortdurend te misleiden en te verleiden. En wat we hier zien, te verblinden, te verblinden, zodat het licht van het evangelie niet gezien kan worden of gezien zal worden. En dat de majesteit op de luister van Christus niet bekend zal worden, die het beeld van God is. Volgende vers. Wij verkondigen niet onszelf, zegt Paulus, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is. En dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn. Volgende vers. Want de God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen. Om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, majesteit, heerlijkheid, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Zie je wat hij staat? Uit de duisternis zal licht schijnen. Dat deed God vanaf het begin, toen de schepping nog woest en ledig was en duisternis was over, de, was over de wateren. Hij zei: Er zij licht. Uit de duisternis laat God altijd een licht schijnen. Zo kwam Jezus ook in deze duisternis op aarde. En hij scheen het licht, de majesteit, de heerlijkheid van de enige geborene Zoon van God. De heerlijkheid van God was zichtbaar. En wat Paulus zegt, hij zegt, die heeft in ons hart het licht te doen schijnen. Het licht van het evangelie. Evangelie, wat betekent goed nieuws? Om ons te verlichten, waarmee met de kennis van zijn majesteit en heerlijkheid en glorie... die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Weer deze Heer Jezus Christus die centraal staat in alles. Halleluja. Hem komt toe de glorie en de eer voor eeuwig en eeuwig. Nou, hij, hij is degene waarvan wij ambassadeurs mogen zijn. Amen. Hij is degene die voor eeuwig leeft. Als wij spreken in Zijn naam, als wij bidden in Zijn naam, als wij bewegen in Zijn naam, dan is Hij daar. En Hij maakt elke keer het verschil door Zijn grote kracht. Hij zegt, ik ben met je, ja zelfs, tot het einde van de wereld. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit loslaten. Dus je gedachten, de Bijbel zegt van diegenen die verloren zijn of de ongelovigen hun gedachten zijn verblind. Maar de vraag is, in hoeverre zijn onze gedachten misschien als gelovigen? Gered, wederom geboren. In hoeverre laten wij nog toe dat de god van deze wereld ons denken verblindt? Neem leiding over jezelf. Je geest, je ziel, je lichaam, dat is waaruit je bestaat. De Bijbel zegt dat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23: Geest, ziel en lichaam. God wil een werk doen in je geest, in je ziel en in je lichaam. Je geest wederom geboren, gemaakt naar het beeld, volledig beeld een beeld van God. Jezus zegt je moet opnieuw geboren worden. Geest, hart van de mens, ook wel genoemd. Ziel, de zetel van je wil, je emoties en, en uh, uh, je intellect. Dus dat is wat zich allemaal begeeft in die ziel. Daar heb jij een verantwoordelijkheid en ik een verantwoordelijkheid om dat gezond te houden en te vullen met goede dingen. Want de poort op de ziel is onze ogen en is onze oren. En lichaam. Wat eigenlijk dit aardpak is, wat ons hier op aarde houdt, met ook zijn neigingen, met ook zijn lusten. Waarvan de Bijbel zegt: hey, dat is de vrucht van de geest, zelfbeheersing, jouw, jouw neigingen en ook jouw lusten en jouw lichaam, wat van alles, wat schreeuwt om van alles, dat heeft kaders nodig, dat heeft leiding nodig. Dat heeft jouw leiding nodig. Anders word je een slaaf van je eigen lichaam. En de vraag is dus aan jouw leven: voor jou ook: wie heeft de leiding? En hoe gaat het eigenlijk met je geest? Met je ziel, met je lichaam. We brengen het even heel dicht bij je huis. Want als wij geroepen zijn om ambassadeurs te zijn van Christus, dan begint uiteindelijk begint ook dat leiding nemen in je eigen leven. Hoe gaat het met je geest? Hoe gaat het met jouw ziel, met je emoties, met je denken, met je wil? Hoe gaat het met je lichaam? Hoe gaat het met je lichaam? En neem dan de leiding, neem dan ook verantwoordelijkheid en neem eigenaarschap. Weet je, als je merkt dat dingen in je geest of dingen in je ziel of dingen in je, in je lichaam zijn niet uh, gezond, zijn niet uh, uh, vol van de vrede van God, neem dan eigenaarschap en zeg maar wacht eens even, de vrede van God zal regeren en heersen in mijn geest, in mijn ziel, in mijn lichaam. Neem eigenaarschap. Neem eigenaarschap van de onvrede. Neem eigenaarschap soms van de chaos die er in mensenlevens kunnen zijn. Soms chaos in je emotionele wereld. Chaos van waar je jezelf mee vult. Waar je naar kijkt. Waar je naar luistert. Chaos waar je je lichaam mee vult. De dingen die je eet. Of de dingen waar je je lichaam mee voedt. Denk erom. Je lichaam is ook een tempel van de Heilige Geest. Hij wil, het, hij wil dat het geheiligd is en dat je daar ook op een verantwoorde manier mee omgaat. Prijs de Heer. Daar is genade voor. Ik ben echt niet hier om de vinger te wijzen naar je. Daar is genade voor. Maar het is wel belangrijk dat je de leiding neemt. En dan zul je merken dat God je backup is en God ook je helpt. Want jij hebt eigenaarschap. Dus, dus wat dat betreft, leiding nemen begint bij jezelf. Neem eigenaarschap. En dus als er iets gaande is in jouw geest of in jouw ziel, in jouw lichaam, dan is eigenlijk de vraag: wat ga jij eraan doen? Wat ga jij eraan doen? Want jij bent geroepen om leiding te nemen. Als we kijken naar een paar principes die we met elkaar willen doornemen, wil ik eerst kijken naar 2 Korintiërs hoofdstuk 10, vers 4 en 5. Staat het volgende. De wapens van onze strijd, of van onze oorlogvoering, zegt een andere vertaling, zijn immers niet vleeselijk. Anders gezegd, ze zijn niet uh, fysiek of natuurlijk. Maar onze wapens zijn krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Hij zegt: We hebben wapens, maar ze zijn niet vleeselijk. Het is niet een pistool, het is niet een geweer, het is niet een knuppel. Hij zegt het zijn geestelijke, krachtige wapens die we hebben vanuit God. En wat doen die wapens? Die heb je nodig tot afbraak van bolwerken. Wat zijn bolwerken? Dat zijn gedachtepatronen, dat zijn leugens die zich hebben genesteld in jouw leven, in jouw denkwereld, in jouw belevingswereld, in jouw identiteit, die zo sterk zijn dat het een kasteel is geworden. Het is een bolwerk geworden. Het is als een soort bunker geworden en zegt van ik sta hier, ik ga niet weg, hierin. En, en daarin zit dat gedachtegoed wat een leugen is. Gedachten van minderwaardigheid, wat mensen een hele leven lang vast probeerden. Gedachten van, 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 van teruggetrokkenheid, gedachten van oh, depressie. Allemaal dingen wat bolwerken kunnen zijn in de levens van mensen. Maar de Bijbel zegt dat er jouw wapens zijn gegeven, krachtig in God tot afbraak van bolwerken. Afbraak van bolwerk. Het is tijd dat de bolwerken in jouw leven. Bolwerken kunnen ook dingen zijn die je vanuit het volgeslacht hebt meegekregen. Bijvoorbeeld scheiding, bijvoorbeeld angst, bijvoorbeeld enorme boosheid, bijvoorbeeld verslavingen. Dat zijn allemaal zaken die voort kunnen komen en mee kunnen komen vanuit jouw voorgeslacht. En nou dient het zich aan in jouw leven. Maar nou jij hebt de leiding. En de Bijbel zegt de wapens van onze strijd we hebben wapens in de strijd. Is het een strijd? Oh ja, zeker. Het is een strijd tegen de duisternis. Het is een strijd. De Bijbel zegt ook de overwinning is ook zeker. Want dit is de overwinning die de, die de, die de wereld overwonnen heeft ons geloof. De Bijbel zegt, Colossens 2, vers 15, dat het overduidelijk en klaar is dat Jezus Christus. Dat Jezus Christus de machten en de overheden, elke macht van de duisternis overwonnen heeft. Er is overwinning in de naam van de Heer Jezus Christus. Alle autoriteit in hemel en op aarde is aan Hem gegeven. Maar het is zaak voor jou en voor mij om te gebruiken de wapens waar we net over hebben gelezen. De wapens van onze strijd. Lieve broer, lieve zus, er is nog een strijd te strijden die jij strijdt in het geloof. En dat je daarvoor wapens gebruikt waar de Bijbel over spreekt. Heb ik wapens? Ja, de Bijbel zegt, jij hebt wapens. Die niet vleeselijk zijn, niet natuurlijk zijn, maar ze zijn krachtig door God. Waarom je bent een kind van God en je bent bekrachtigd met wapens vanuit God. Ja, maar alles in de vrede en alles in de zoete lieve vrede. Lieve broer, lieve zus, er is in de geest een grote strijd gaande en het is tijd dat je, dat je gaat beseffen dat je tot de tanden toe bewapend bent met de wapenrusting waar de Bijbel ook over spreekt in stuk succes. En het is tijd om oorlog te voeren tegen elk bolwerk wat zich probeert te verschanzen in jouw denken en in jouw leven. Bolwerken van ziekte, bolwerken van verslaving, bolwerken van minderwaardigheid, bolwerken van leugens, bolwerken van angst, bolwerken van gebondenheid, bolwerken van allerlei zaken die er kunnen zijn in je leven. Het is tijd om je wapens te gebruiken, leiding te nemen en de bolwerken te... De slechten die denken dat ze recht hebben en ze hebben het niet. Tot afbraak van bolwerken. Tot afbraak van bolwerken. En Paulus gaat verder in vers 5. Want wij breken valse redeneringen af. Dat is nodig, lieve broer, lieve zus. Jij en ik, we hebben, valse, we hebben allebei valse redeneringen. Allemaal hebben wij valse redeneringen. Redeneringen die niet voortkomen uit de waarheid van Gods woord. En zij moeten zich onderwerpen. Zij moeten zich onderwerpen aan het, woord van God, aan het woord van God. Daarom hebben we ook nodig het woord van God, dat het in zuivere manier, op een zuivere manier wordt gepredikt en onderwezen. Want het woord van God is het water van Gods woord. Het is het waterbad van Gods woord hebben we nodig om schoon te spoelen onze gedachten van alle vuiligheid en alle valse redeneringen. Wij breken valse redeneringen af. Hij gebruikt oorlogstaal, hij gebruikt vechterstaal. Waarom? Het is een gevecht in je denken. Het is een gevecht in je leven om af te rekenen met bolwerken en met valse redeneringen die jou proberen weg te trekken bij Gods wil en Gods plan voor je leven. God zegt: Ik ken de gedachten die ik over jou koester: de gedachten van vrede en niet van onheil. Niet van onheil. Sommigen van ons hebben een verkeerde theologie: een theologie van onheil en ellende. Dat is niet waar Jezus toe is gekomen. Dat is niet waartoe Jezus is gekomen. Hij zegt Johannes 10, vers 10. Ontvang de waarheid van Gods woord, broers. Hij zegt: Ik ben gekomen omdat je leven hebt, en dat in overvloed. En daarmee basta. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Weet je, er zijn gedachten in jouw denken en in mijn denken. Gedachten geboren vanuit trots. En als het geboren is vanuit trots en hoogmoed, dan weet je waar het vandaan komt. Het komt vanaf de Satan. In zijn hart werd trots en hoogmoed gevonden. Daarom werd hij uit de hemel geknikkerd. Maar ook jij en ik hebben invloed, sfeer in ons leven, valse redeneringen. Die, die, en, en, en de Bijbel zegt wij breken valse redeneringen af aan elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen. Zie het voor je dat je gedachte gevangen neemt. Dat betekent leiding nemen over je gedachtewereld. Er rent van alles rond, maar er zijn daar dingen die rondrennen en die moeten gevangen worden. Waarom? Zodat ze niet langer rondrennen in je leven. Zijn er gedachten die je daar niet horen? Je denkt dat zijn mijn gedachten. Nee, dat zijn niet jouw gedachten. Dat zijn boeven die rondrennen in jouw gedachtenwereld. Die voortkomen vanuit de duisternis. En die niet in lijn zijn met het woord van God. Waarvan Paulus zegt: Je hebt wapens gekregen. Wapens in God. Machtig in God. Niet vleeselijke wapens. Geestelijke wapens. Je hebt autoriteit gekregen. Je hebt het woord van God gekregen. De Bijbel zegt: dat Het woord van God is het zwaard van de geest. En dat zwaard is om mee te hakken en te snijden elke valse redenering. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Hij spreekt hierover, ik geloof, twee dynamieken. Enerzijds, als een prediker predikt uit inspiratie van de Heilige Geest, dan werkt hij met deze wapens. Hij is bezig met beredeneringen, met elke hoogte, met elke gedachte, met elke geestelijke invloed is hij met de waarheid van Gods woord aan het neerhalen. Paulus zegt: Dit zijn de wapens waarmee wij oorlog voeren. En hij zegt: Dit wapen is eigenlijk dit wapen van prediking, waarin we het woord van God in zuivere vorm prediken. Het woord van God moet gehoord worden en de waarheid maakt je vrij. Jezus zegt Johannes 8, vers 32, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Maar die waarheid moet gepredikt worden, want hoe zullen zij geloven tenzij iemand het ze predikt, tenzij iemand het, zich, het ze vertelt. De Bijbel zegt dat heel duidelijk in Romeino hoofdstuk 10. Vers in, en, en dan als je leest eigenlijk vanaf vers 10 en je leest tot en met vers 17, waar staat, want geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. En dan gaat het verder en lees maar eens dat hoofdstuk. Het woord van God moet gepredikt worden, anders kunnen mensen niet geloven, anders kunnen mensen niet het onderscheid leren tot wat is vals en wat is recht, wat is waarheid en wat is leugen. De waarheid brengt naar boven wat de leugen is, om vervolgens de wapens te hanteren, bolwerken te slechten, valse redeneringen naar beneden te halen, en elke hoogte wat zich verheft tegen de kennis van God. Weet je dat er gedachten zijn, er zijn zelfs theologische doctrine's die erop uit zijn om eigenlijk het evangelie te ontkrachten. Het evangelie te ontkrachten. Elke boodschap die maar erop uit is om het evangelie te ontkrachten, om het evangelie te ontkrachten en eigenlijk zegt, ja, dat was voor toen, dat is niet meer voor nu, dat is een leugen. Sorry, dat is een leugen. Dat is echt een leugen. Dat houdt je weg van datgene wat God je wil geven. En geloof het maar, die leugen, want jij, jij zal geschieden overeenkomstig jouw geloof. Dus je ontvangt het niet en de duisternis lacht. Je ontvakt niet wat God voor je heeft. Ja, als God het wil, dan brengt hij het wel bij me. Dat is niet hoe het werkt, sorry. God brengt de boodschap, het evangelie, zoals het vandaag gepredikt wordt, brengt hij het naar je. En aan jou is het om het te ontvangen of niet. En diegene die ontvangt, die zal ook ontvangen alles wat God voor hem heeft. Maar het woord van God is het zaad van God, wat geplant wordt in jouw hart. En jij bepaalt wat er in jouw hart groeit en bloeit. Zijn dat de bolwerken die blijven regeren? Zijn dat de valse redeneringen die blijven regeren? Zijn dat elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God? Of elke gedachte, die, elke rebelse gedachte die er rondrent in je denken. Is dat hetgeen wat blijft regeren? Dat is dan wat jij bepaalt. En dat is, want jij hebt eigenaarschap over jouw hart. Jij bepaalt wat er groeit in de tuin van jouw hart. Dus broers, zus, neem eigenaarschap vanuit geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Eigen je de belofte toe en neem de leiding. Zo'n initiatief. Trek die kar. Jij bent een kind van God, niet een slaaf. Niet een slaaf. Ik ga afsluiten met dit vers, want anders schiet de tijd, de tijd schiet voorbij. Halleluja. Jij bent een kind van God, niet een slaaf. Romein hoofdstuk 8, vers 16 zegt daar het volgende over: De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. De geest zelf, de Heilige Geest getuigd met onze geest, onze wederomgeboren geest. Het zijn twee verschillende identiteiten. Amen. Eén is geboren vanuit het ander. Het zijn twee verschillende identiteiten die hier gedefinieerd staan. De heilige geest, de geest zelf, getuigt met onze geest, onze wederomgeboren geest, dat wij kinderen van God zijn. Luister eens naar de heilige geest, die spreekt in je hart en die zegt, jij bent mijn kind, Abba, vader. Abba, vader. De geest van zoonschap is aan jou gegeven, waardoor je kunt roepen, papa, vader. Halleluja. Niet God ver weg, Hij is dichtbij. Niet de religie, maar relatie. Niet minderwaardigheid, maar acceptatie. Omarming. Dus de geest zelf getuigt met onze geest, wij zijn kinderen van God. Laat die waardigheid doordringen in je hart op dit moment in Jezus' naam. Ga staan aan de autoriteit en de kracht die God je heeft gegeven als een ambassadeur van Christus. Neem de leiding, neem eigenaarschap over waar je je nu begeeft in je leven. En begin uit te stappen in geloof. Het is tijd om te gaan regeren en te stoppen met reageren op alles wat maar op je afkomt of wat jij uit het hebt meegekregen. Regeer door die ene, Jezus Christus. Prijs de Heer. Lieve broer, lieve zus, de telefonische gebedslijn staat op dit moment nog open. Je kunt bellen 085 800 7777. Als je deze boodschap van mij, die ik vandaag heb gedeeld met je. Uh, op een ander moment luistert, dan kun je altijd mailen naar prayer.jubilee.nl. En dan, we bidden heel graag, met je. je gebedsverzoek wordt dan meegenomen. Heb je een vraag of reactie op datgene wat ik vandaag heb gedeeld? Ja, stel je vraag. Doe dat. Stel je vraag. Daar waar we kunnen, willen we je help, verder helpen. Daar waar wij kunnen, willen we je echt verder helpen in je wandel met God. Stel je vraag, stuur je mail naar info.jubilee.nl. Misschien heb je getuigenis wat je wilt delen van de grootheid en de majesteit van God in je leven. Laat het ons ook weten, daar genieten we van. Getuigenis at jubilee.nl Of als je gebedsverzoek hebt, zoals eerder genoemd, prayer at jubilee.nl Dan nou, rest me nog om te zeggen dat elke zondagmorgen hebben we hier in het Brabantse land een samenkomst om 10 uur. We hebben dat in Den Bosch om 10 uur. En we hebben dat in Breda om tien uur. En we hebben dat hier in Geertruidenberg om tien uur. Wees van harte welkom in een van de Jubilee-gemeentes. Volg ons via Facebook, YouTube of Instagram. of op www.jubilee.nl waar je alle informatie kunt vinden. Lieve broer, lieve zus. De Heer, zegenen je. En dat deze waarheid van Gods woord jou volledig vrij mag maken in de naam van de Heer Jezus Christus. Ik bid een nieuwe vrijheid over jou in Jezus' naam. En dat je gaat beseffen wie je bent in Hem. En dat je gaat staan in de positie van regeren in Jezus' naam. Tot eer en glorie van God. Amen. Tot ziens. Je kijkt naar mijn volgende stap. Leidraad eigenlijk van deze serie is het boekje van mijn volgende stap. Dat is uh, dit boekje. Ik was geraakt door de liefde van God, maar eigenlijk zat ik ook nog met heel veel vragen. Ik dacht, oké, okay, ik geloof in God, maar wie is God dan eigenlijk precies? Ik, heb, ik wist nog niet alles van hem. Uh, ik was eigenlijk benieuwd hoe bid je eigenlijk. Uh, we hadden thuis een Bijbel, uh, maar ik vond het vooral een heel dik boek en lastig om aan te beginnen. Dus hoe lees je Bijbel? Uh, wat is het evangelie? Wat is bekering? Uh, waarom zou je naar een kerk gaan? er waren allerlei vragen die in mij, uh, mij opkwamen. En ik denk, omdat ik toch wel vrij blanco stond in het geloof, eigenlijk niets wist, dat ik daardoor ook uh, nou, passie heb ontwikkeld om andere mensen mee te nemen in hun eerste praktische geloofstappen. En ik wil je eigenlijk in deze serie meenemen in Je en Janneke taal, uh, in, uh, ja, in deze vragen. En ik wil je ook echt uitdagen om, um, om deze serie te kijken. Het zijn geen ingewikkelde Bijbelstudies. Maar ik geloof wel dat op de manier waarop het mij praktisch heeft geholpen om hiermee aan de slag te gaan, dat het ook jou praktisch zal helpen.